Hey beautiful ladies, deze video maakt deel uit van een 10-delige videoserie The 12 Recipes of Christmas, waarvan het grootste gedeelte clean is. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, doe dat dan nu, want morgen komt er weer een nieuwe video online en dan mis je die niet. Voor de citroenbloemkool heb je nodig een bloemkool, een citroen, wat knoflookteentjes, olijfolie, wat bieslook, witte kaas of echte feta als je dat wilt en wat zout. Voor de citroenbloemkool snij je de bloemkool in roosjes en was je hem. Het liefst maak je er kleine roosjes van, want dan is hij het snelste gaar. Vervolgens stamp je de knoflook of gebruik je een knoflookpers. Ik rasp ook gelijk even de citroen en snij de bieslook. Dan is dat maar klaar voor zometeen. En de citroen heb ik natuurlijk al gewassen. Spray vervolgens wat olie in de pan en bak de bloemkool ongeveer 6 tot 7 minuten. Als hij maar aan alle kanten een beetje goudbruin is. De bloemkool wordt trouwens niet helemaal zacht, zoals bijvoorbeeld als je hem zou koken. Maar dat is niet erg, want hij blijft gewoon bite houden. Maar die erge bloemkoolsmaak, die is er gewoon af. En als je denkt van nou, nu zijn ze mooi goudbruin, dan doe je de knoflook erbij en bak je die heel eventjes mee. Niet te lang, want dan wordt hij bitter. Wanneer de bloemkool is gebakken, giet je hem over in een het liefst warm houtschaal, want hij wordt ook wel weer heel snel koud. Dan doe je de citroen erbij, die roer je er even doorheen. De bieslook, die roer je er ook even doorheen. En als finishing touch gaat de feta erbij. Dit is niet verplicht trouwens. Als je feta niet lekker vindt, dan moet je dat vooral niet doen. Oh ja, voor het geval dat je afvraagt, maakt ze dan geen vlees of vis of zo? Nou, vis is een dingetje, want mijn vriend lust absoluut geen vis. En als ik iets van vlees of vis ga maken, maak ik het liefst iets wat zoveel mogelijk mensen eten. De oplossing hiervoor in het verleden waren altijd mini hamburgertjes. Maar om daar nou weer een video van te maken, dat lijkt me niet heel nuttig. En vorig jaar heb ik ook eend met rode portsaus gemaakt. Dat was ook mega makkelijk. Mensen vinden het over het algemeen heel lekker. Maar ik wilde toch iets originelers laten zien. Dus mocht je zelf vlees of vis erbij willen maken, dan raad ik je zeker eend met portsaus aan. Of gewoon mini hamburgertjes als je niet al te moeilijk wil doen. Mijn vriend lust trouwens ook geen zure dingen. Dus normaal liter dingen met citroen laat hij links liggen. Maar deze lust hij wel, omdat de citroensmaak eigenlijk heel subtiel is en niet overheersend. Het is eerder de knoflook die overheersend is. En dit was het laatste recept van het hoofdgerecht van het kerstmenu. Morgen ga ik aan de toetjes beginnen en daar heb ik echt zoveel zin in, want ze zijn echt mega lekker. Dankjewel voor het kijken. Vind je deze video leuk? Steek dan een duimpje omhoog. En ik zie je morgen weer. Voor de havermoutscones heb je nodig havermout, wat bloem. Ik denk dat je ze helemaal clean had kunnen maken, maar ik had nu geen zin.